Wat googelen mensen tegenwoordig? Wat ik in ieder geval wel weet, is dat de tijden flink veranderd zijn. Heeft iets te maken met iets wereldwijd. Maar daar gaan we vandaag niet achter komen. We gaan kijken naar een tijd toen het allemaal simpeler was. 2017. De higher lower game kennen jullie wellicht wel. Een gok moet je maken tussen optie A of optie B. En wat wordt er meer gegoogeld? De refugee crisis of een Renault Clio? De Renault Clio. Nu verkrijgbaar als hatchback. Wordt de Renault Clio of Apple? Sowieso Apple. 16,6 miljoen. Oké. Six Nations. Dat ziet eruit als een rugbyclub of wedstrijd. Ik heb weinig verstand van rugby. Maar ongetwijfeld minder. Want Apple is bekender dan rugby. Baha'i Gardens. Meer dan de Six Nations. Ik gok van wel. Ik gok van niet. 3. We go again. Ik wil sowieso een 10 halen. Tim Berners-Lee of McDonald's. Dat is wel een hele overduidelijke. McDonald's of water pollution. Dat is lager. Overduidelijk. Want lekker eten gaat altijd boven milieu. Water pollution of Jaws. Jaws is een oude film. Maar ik verwacht dat hij nog hoger staat. Dat is correct. Jaws of Kim Kardashian. Helaas wel. Helaas wel. Kim Kardashian of Pampers. Helaas wel. Apple. Nou, daar kwamen we net al achter dat het 16,6 miljoen is. Dus onze highscore is 0 hoger. Apple of Scarlett Johansson. Lager. Gillette. The best a man can get. Zeggen ze wel eens. Hè? Zeggen ze wel eens. Maar die is te lager. Tuurlijk. Gillette of een timer. Timers, tenminste, ik google de, voorheen, ook best wel vaak timer. Gewoon geen zin om de timer van mijn telefoon dan te zetten. En dan vul je gewoon in timer 5 minuten of zoiets, plop. Maar is hij hoger dan Gillette? Ik gok lager. Son of a bitch. Ah, 8. We're getting there. Paul McCartney of Mark Zuckerberg. Ja, dat is wel meer. Scheelt niet veel, though. Rock climbing. Lager. Marky Moo is een populairder persoon. Rock climbing of Mount Sinai. Dat is, staat ongeveer wel in verband met elkaar, maar het is wel lager. Ja. Yeah. Ik ken die berg niet. Leukemia. Dat zal ongetwijfeld hoger zijn. Venus Williams. Hoger dan leukemia. 2017. Ik ga ervan uit hoger. Ja. Golden State Warriors. Een basketbalclub. Hoger dan Venus Williams? Ik denk het wel. En het is ook zo. 4 miljoen. Moeder Maria. Golden State Warriors tegen Stonemason. Overduidelijk. Dus de kans bestaat dat James Brown ongetwijfeld meer is dan 27.000. En dat is correct. En dan hebben we Six Feet Under. Dat is een DVD-collectie of een serie. Nooit van gehad. Lager. Ja. Yeah. 12 Angry Men. Hoger. Nee. Is die 10 dan zo moeilijk te halen? Oké. Kim Kardashian, Italië. Helaas. Mark Zuckerberg, we weten dat hij meer heeft. Great Barrier Reef. Lager. Is nou eenmaal zo. Brave New World. Lager. Een Doberman. Doberman boven Brave New World. Ik ga hoger. Gelijk. Geen probleem. Prima. iPhone 7. Meer. Sowieso meer. Dit is 2017, by the way. Dus toen was die telefoon booming. Oeh, Jennifer Lawrence. Was dit 2017 ook niet die periode dat daar shit geleakt werd? Als dat het geval is, is het hoger. It is not. Egypte of The Dark Knight? Hoger. Son of a bitch. Waarom zoeken mensen Egypte? Pavo Nurmi. Of deforestation. Ja, dan is het milieu nog wel. Cristiano Ronaldo sowieso hoger. Search engine optimization. Nou, dat kunnen we gokken dat het lager is. Tesco. Hoger of lager? Geen idee. Fuck it. Wauw. Wat is Tesco? Diabetes. Lager. Wel, alsnog aanzienlijk hoog. 1,5 miljoen. How I Met Your Mother. Meer dan diabetes. Diabetes. Lager. 1 miljoen. Ook nog best een scheut. Jennifer Aniston. Hoger. Friends. Friends.
Altijd. Altijd dan komt dat Friends intro voorbij. 5 klapjes. Valentine's Day. Vooruit. Son of a bitch. Scooby-Doo of Nelly? Dat is lager weer. Scarface of Dior? Dat is Dior. Klassieker Scarface. Als je hem nog niet hebt gezien, doen. Dior of Silver? Silver heeft minder. Want het is geen goud weer. American Idol, hoger. 100k verschil? Oké. Okay. Jennifer Lawrence, meer. Kwamen we net al achter. Exam results. Wauw, 60.000. Ik wilde bijna zeggen, oké, okay, het zijn best wel veel mensen die examen doen, weet je. Adolf, hoger. 1 miljoen, specifiek. Last Supper, lager. Driving lessons, minder. What the hell? Palestina of Donald Trump. 13,6 miljoen, moeder Maria. Cycling, nou dat zal wel lager zijn. Christian Dior, minder. Gelijk. Wat is 201.000 ook een heel specifiek getal? Grand Budapest Hotel, minder. UNICEF, meer. 673 tegenover Sexual Transmitted Infections. 12.000 maar. Oké. Pagan. Is dat een stad? Meer. Ik denk dat het een stad is. Alain Prost. Hoger of... Son of a bitch. Waarom wordt die zo weinig gezocht? Ik snap het op zich ook wel. House of Cards tegenover Atlanta Falcons. Tuurlijk. House of Cards was moeilijk populair. IMDb, hoger. Wauw, 11 miljoen. Dat, echt op die manier kom je er ook achter dat echt sommige dingen zoveel gezocht worden. Het is echt absurd. De Fibonacci sequence, meer dan Bill Russell? Minder. Son of a bitch. Dan denk je ineens van, ah, mensen vinden wiskunde ineens niet meer leuk. Maar iedereen heeft gehoord van de Fibonacci-sequentie. Alleen, nauwelijks weten mensen hoe die gaat. Allen Iverson tegenover de fidget spinner. Kennen we die nog, de fidget spinner? Die dingetjes met de draaien, leuk joh. General Electric, minder. The Stand, nog minder. Het staan, weet je. Oreos, meer. Wop, ik wil gewoon die 10 halen. Bulldogs. Minder. Waarom heb ik zo weinig verstand van mensen? Bisexual of Zoella? Exact hetzelfde. Zoella of Synesthesia? Minder. Ik weet niet wat Synesthesia is. The Matrix? Meer. The Chimp Paradox? Minder. Echt, zulke soort diepgaande shit. Tuurlijk wordt dat nauwelijks gegoogeld. Don Quixote? Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Meer of minder? Ik weet niet wie dit is. Shaquille O'Neal of Hicham El Girosh? Lager. Ik bedoel, we hebben het wel over Shaq. Hè? Call of Duty. Hoger. David Fincher. Leuke regisseur, maar wel minder zoekresultaten dan The Call of Dudes. Tim Berners-Lee. Shit, die zag ik eerder deze aflevering voorbij komen. En alleen ik ben vergeten wat het was. Minder. Correct. Tim Berners-Lee of de Aldi. Aldi heeft meer. Lekker shoppen bij de Aldi. Aldi of Brian Clough. Minder. Yes. Brian Clough of Masai Mara. Ik bedoel 33.000. Hoppa. Niet veel meer, maar wel iets meer. Burberry, tuurlijk. Meer. Zo even met die vakjes en die streepjes. Burberry of protein shakes. Ik denk lager. En flink ook. Meer mensen zouden protein shakes moeten nemen, joh. Man on Wire, minder. 27.000. Man on Wire tegen Toyota. 6 miljoen. Hé, hey, we zitten op score 10. Nice, 11. 11, 11 zit hoger. Bisexual heeft minder. Ah, we gaan nu gaan we ook voor 15. Search Engine Optimizations. We weten dat die op 600.000 staat. En tegen Corruption. 246. We're on the right track. Corruption tegen Royal Family. Leuke combinatie. Ik vermoed dat deze hoger staat. Son of a bitch. Net geen 15. Cornflakes. Minder. Ik snap ook niet waarom je cornflakes zou googlen. Solar system. Dat zouden mensen moeten googlen. En dat doen ze ook. 823.000 wel geteld. City of God. Minder. Dat is een film. Paris Saint-Germain. Meer. 7,5 miljoen. Gaat tot dusver goed. High score is 14. Poor. Lower.
De huidige score is 12 momenteel. Poor of canoeing? Minder. Oké, we're getting there. Stone Cold Steve Austin. Dat was iets van 160. Correct. Meer? En of het er meer is. Zitten we op 15? We zitten op 15. Trainspotting. Meer of minder? Fuck, ze bedoelen de filmen, niet daadwerkelijk treinen spotten. Nou ja, hey, weet je, ik heb wel gewoon 15 gehaald. En volgens deze statistiek staat er 90% van de mensen die dit gespeeld hebben scoren minder dan jij. We zijn onder indruk. Deel je score. Dat doe ik op deze manier. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Kan jij het beter dan dit? Hoogstwaarschijnlijk wel. Laat het weten met een reactie. Twee video's staan naast mij, mocht je nog meer van mij willen zien. Merchandise kan je vinden op www.gamenin.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Tot ziens.